De secretaris van de ABOP, Marinus B., zegt dat er geen interne strubbelingen binnen de partij zijn. Bij de benoeming van RVC-leden en districtscommissarissen is er veel kritiek geleverd op de ABOP door partijgenoten en anderen. B. wijst erop dat vanwege de COVID-pandemie de communicatie binnen de partij een beetje is veranderd, waardoor bepaalde leden zich overgeslagen voelen. De zaken die verkeerd zijn gegaan binnen de partij plaatst B daarom onder de noemer van miscommunicatie. Volgens de secretaris is Joël Martinus Bordeaux nog lid van de partij. Hij benadrukt verder dat niet alles van de partij door voorzitter Ronnie Brunswijk wordt bepaald. Als secretaris van de partij heb ik geen bedankbrief gehad van het lid. Dus dat is de formele wijze hoe mensen bedanken. Dus voor mij is dat nog niet het geval. En ik denk niet eens daaraan. Maar het is een democratische partij. Er is een wet op politieke partijen. Dus één persoon kan nooit alleen bepalen. We hebben een moment gehad waar we hebben gezegd, en niet wij alleen, dat delen van het bestuur een bepaald mandaat heeft gehad. Ja? En veelal worden besluiten genomen door het dagelijks bestuur. Ja, we zien dat... Een keertje hebben we meegemaakt dat informatie gedeeld in het hoofdbestuur-appgroep uiteindelijk op straat lag. Dus we zijn het zijn gevoelige zaken en we zijn wat dat betreft ietsje voorzichtiger geworden. Maar we denken dat we nu vaker met ze gaan zitten in klein verband. Bijvoorbeeld donderdag heb ik een meeting met de youth-leaders om ze informatie te geven over de laatste stand van zaken. Op de vraag hoe hij omgaat met de kritiek dat zijn partij NDP'ers accommodeert, zegt B dat dit afhangt van hoe er naar bepaalde zaken gekeken wordt. Belangrijk bij dit vraagstuk is volgens hem dat er naar de samenleving wordt geluisterd. Er is een soort van haat en wrok naar de leden van de vorige regering. Maar ik denk terecht ook, omdat we nog niet uit de crisis zijn. En als dat niet het geval is, dan ga je wat boosheid nog krijgen. Maar tegelijkertijd moeten we het plaatsen in het kader van de oproep om het samen te doen. Maar ik denk dat samen met mensen die zuivere bedoelingen hebben. Dus laten we luisteren en kijken hoe we omgaan met de informatie die we vanuit de samenleving hebben ontvangen. Dus het gaat anders moeten. En ik ben blij dat die informatie al gedeeld is met de samenleving. Marinus B., secretaris van de politieke partij ABOP. Onze nieuwsdienst sprak hem afgelopen dinsdag in de congreshal na afloop van een sessie tussen DNA en COVID Outbreak Management Team. Hij benadrukt dat er geen sprake is van interne strubbelingen binnen ABOP, maar dat het gaat om miscommunicatie. Intussen is Bordeaux door de partijleiding op non-actief gesteld, omdat hij te veel kritiek op het leiderschap binnen de partij had.